De twee basisscholen in Uden die met oud en nieuw zijn afgebrand, die worden vandaag gesloopt. Volgende week vrijdag, dan moet het klaar zijn. Om 8 uur vanochtend begonnen de slopers met hun werk. Het terrein rondom basisschool Jan Bluijsen en basisschool De Brink is afgezet. Veel is er van die gebouwen niet meer over. Tijdens de jaarwisseling zijn allebei de panden helemaal verwoest. 350 leerlingen werden dakloos en zij krijgen op dit moment nog les op 4 andere scholen. Na de carnavalsvakantie gaan ze naar noodlokalen in de buurt, in de wijk Sochel.